Hey, goeiedag allemaal. Ik ben Mancera en ik zit bij Elbi Dakkapper niveau 3. Welke vakken krijgen we met de opleiding? Krijgen wij het knippen, het scheren, het verven, het permanent van het haar, watergolven, het opsteken. Van waar ken ik deze studie? Ik ken deze studie via het internet en via vrienden. Waarom heb ik gekozen voor PBL opleiding of een bol opleiding? Ik heb het gekozen eigenlijk voor bol opleiding omdat het graag wil meer theorieën gaan leren en meer vakken gaan leren op school. Hoe is het om te werken als kapper? Als juriste moet jij creatief zijn voor die opleiding en van het vak huid. Met polopleiding, ik krijg 3 dagen school en 2 dagen stage of 1 dag stage. Het ligt eraan wanneer je begint met school. En met de PBL-opleiding, je krijgt 1 dag school en 4 dagen moet jij op jouw stage zijn. Wat kan je verwachten als je klaar bent met de opleiding? Je kan verwachten als je klaar bent met de opleiding dat je met je eigen zaak gaan begint of dat je gewoon bij iemand anders gaat werken als loon of als je een ZZP huurtje gaan stoeltje gaan huren. Wat vind ik het leukst van de opleiding? Ik vind het leukst van de opleiding dat ik heel veel met haren en mensen kan werken en dat ik de mensen kan goed verzorgen. Wat vond ik lastig in de opleiding? Ik vond het lastig in de opleiding toen ik begonnen was van het leren van het verf van dames. Omdat het verfvak was voor mij moeilijk om te leren. Maar nu, ik heb de juiste hulp gekregen van school en nu kan ik gewoon prima kunnen verven. Aankomende studenten. Je kan als een aankomende student wilt voor deze opleiding gaan kiezen omdat je voor de juiste hulp krijgt van de opleiding en de juiste aandacht krijgt van de docenten. Hoe kan je denken dat de opleiding past bij jou? De opleiding kan past bij jou als je creatief bent en als je handig bent en je kan juist goed omgaan met de mensen en goed omgaan met het hart van de mensen en dat je geduldig bent. Ik ga jullie een tips geven over de opleiding. Als jij met het haar moet goed omgaan, dan moet je gelijk jezelf aanmelden voor die kapperopleiding. Als jij creatief bent en actief bent en handig en je kan goed omgaan met het haar en goed omgaan met de mensen en met klanten, je kan het gelijk jezelf aanmelden bij het Elbi Dakkapper. Wat mag ik doen op mijn stage of op mijn werk? Ik mag doen op mijn werk het knippen van het haar van dames en van heren en het permanente van het haar en watergolven van het haar en verven van het haar. En als laatste, ik mag het ook in scheren van baard van mannen of contouren strak maken, want ik ben ook een barbier. Ik ga jullie laten zien wat is mijn ervaring met het herenvak. Voor het barbiervak, we hebben een paar spullen nodig. 2 scharen, uitdunne schaar, een normale schaar om te knippen, een normale kam om te knippen, een andere kam voor het haar te kammen, wax, gel en haarlak. Waterspuit en grote tondezen om haar te knippen en kleine tondezen voor koffie. Ik ga vertellen hoe de wang is van de klant. Hij wilde een scheid zeg maar, naar rechts en hier met een streep en een mooie figuurtje aan de zijkant. Ik ga beginnen van 2 mm tot 6 mm met een beetje overloop aan de zijkant om een mooie strakke contour te maken. Ik ga nu beginnen met 3 mm aan de zijkant te doen. Dat doe je op dit manier. En hier, zoals jullie zien, de streep, dat gaan we weghalen met 3 mm. We maken die strak scheiden gelijk. We gaan nu weer met 5 mm. Andere stap met klein van deze om een mooie contour te maken.
gaan hier een mooie strakke lijn doen. We gaan nu met 1,5 millimeter weer. En we doen het alleen de onderkant. Mooi figuurtje hier aan de zijkant voor hem doen. En we gaan beginnen. Voorzichtig het lijnen wat strakker maken. Haar en nek kun je ook weggaan met hetzelfde mes. Je kan het haar even leren of uitdunnen met uitdunningsschaar of een normale schaar of een mesje. Je kan het haar even leren met uitdunningsschaar. Punten verleren op dit manier. En als laatste uitdunnen met een mesje.